Lely Cultuur Open Podium op Radio Lelystad stelt voor Piramide van Licht. De Piramide van Licht is een hedendaagse demonstratie voor de vrede die eigenlijk bedoeld is om de hele wereld rond te gaan. Een open ruimte die centraal ligt wordt tevens als locatie uitgekozen. In vier hoeken van deze ruimte worden er vier laserlichtbeamers neergezet. Zo kunnen in de avonduren deze laserstralen hun groen fluorescerend licht naar één punt boven de aarde sturen en op deze manier een piramide van licht vormen. Van heel dichtbij en van heel ver weg kan deze piramide gezien worden en zal ook de aandacht van de bezoekers naar zich toe trekken. Deze laserstralen vormen een piramide waarbij een heilige plek onder deze piramide gecreëerd wordt waar mensen samen kunnen komen en hun begrip, vriendschap en liefde voor de mensheid met elkaar delen. Door middel van meditatie, gebed of door mantra zingen en liederen zingen, live muziek, naar elkaars verhalen luisteren en door het delen van eten en drinken rond een kampvuur ontstaat telkens weer een verzameling van de multiculturele en multireligieuze samenleving die in elke stad aanwezig is. Ook is deze vredesdemonstratie bedoeld voor alle gebieden op de wereld waar mensen elkaar nog steeds bevechten. De Lelystedeling Guido Maria Hogenboom, multimedia kunstenaar, heeft dit concept in 2000 bedacht en brengt het tot uitvoering samen met de actiekunstenaar Rob Schama uit Amsterdam. De lichtpyramide was al reeds te zien in Amsterdam en zal volgend jaar boven de oude stad van Jeruzalem worden opgericht. Maar op 24 september aanstaande kan iedereen deze vredesceremonie onder de lichtpyramide bijwonen, precies op het moment dat de komeet Elenin tussen aarde en de zon gaat verschijnen. Iedereen is van harte welkom op de camping van het Oppertje naast het bovenwater in Lelystadhaven. Voor meer informatie kijk alsjeblieft op www.linnovation.net of op www.pyramidoflight.org. De muziek zal verzorgd worden door Lelycultuur Open Podium Radio Lelystad. Graag tot 24 september. Tot dan.